hetzelfde is. Dat is niet hetzelfde. Hoi, ik ben Jill Huibrecht en dit is mijn Dutch-vlog. Hallo allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze speciale video, want het is eindelijk zover. We gaan ruilen. Kijk, ken je hem nog? Hij heeft weer blauw aan. Waarom heb je geen roze aan? Ja, ik heb het aan jou gevraagd, maar je stuurde niks op. Ja, kijk, dit is onze stijl. Ah, doen we een shirtje wisselen. Jordi, dit is niet voor, nee. Knippen eruit. Maar in ieder geval, Jordi Wilke, zeg maar, die jullie kennen van de video dat ik op chapeau mocht springen. En heel veel klagen tussendoor en allemaal heel bange kreten en zo. Die video zal ik even linken hierboven. Jordi gaat nou op een van mijn paarden rijden. En zie je eigenlijk wel verschil tussen die Jordi? Welke van die twee wordt het? Ja, ze zijn allemaal bruin. Maar... Ja, ze zijn allemaal bruin. Ja, links is Enzo, denk ik, hè? Ja, en dit... rechts is Marcel. Ja, maar er staat op het bordje. Oh, ja, nee, maar ik denk dat kan ik nog vertellen. Ik denk, dan val ik niet door de mand. Maar inderdaad, ze lijken vrij veel op elkaar. Echt supergoed gelezen. En iets breder. Ja, dat is gewoon een beetje een partyfrikandel, inderdaad. Ja. Zo'n kleine dikke. Dus dat verschil zie ik, maar voor de rest lijken ze wel heel erg op elkaar. Ja. En die heeft meer een sterretje op zijn voorhoofd. Dan die heeft een rondje. Ja. En die heeft ook een veel langer hoofd, een beetje kikkerogen. Maar verder? Nou, hij heeft een hele leuke kop. Ja, en hij is de allerbeste, hè, die. En een beetje ondeugend. Maar wij gaan dus. Wat denk je? Ja, ik loop er maar gewoon heen. Mama is trouwens ook. Dat is Macho. Macho de verschrikkelijke. Evil Macho. En die gaat Jordi. Ja, wat gaat hij met jou doen? Hij gaat mij dressuurdingen leren, denk ik. Ja, het is op zich wel leuk. Want kijk, ik was super slecht in springen. Dus, maar jij bent al best wel goed in dressuur. Dus... Tot op bepaalde hoogte. Ja, dus dat is wel eigenlijk super oneerlijk. Dus ik ga nog even hierover nadenken hoe we dit, zeg maar, eerlijk kunnen maken. Zolang je maar niet te moeilijk maakt. Misschien doen we één hand op je rug binden. Maar pirouette met één hand. Eenders met één hand. We zullen zien wat het gaat worden. Maar we gaan hem nu in ieder geval van stal halen. Want hij staat al heel ongeduldig te kijken naar ons. Kijk. Nou ja, ik bedoel ongeduldig. Hij vindt het wel fijn. Ja. Ja. Hij heeft echt the right spot. Dus wij gaan hem eruit halen en dan... veel plezier bij het kijken naar deze video! Ik zou het niet durven. Dit is de Jordi Cam. Oh, je hebt hem goed opgevoed. Hij kan wel meer trucjes, hoor. Ja, onder het zadel. Onder het zadel. Ja, ik wou het niet zeggen. Ik denk, ik zal rustig mijn mond houden, maar... Zo'n oornetje, doe je dan ook bij Shopee? Nee. Doe je gewoon over een losse voorbeeld? Klein vlechtje. Oh ja, maar niet als je gaat trainen. Nee, niet als ik ga trainen, want met training doe ik ook geen muts op. Kijk, deze is roze. Ja, maar het wordt wel heel roze nu voor mij, hè? Dat begrijp je, hè? Ja, dat heb ik expres gedaan. Oh ja. Dat is ook mooi. Nou lijk ik echt een dressuur... Echt een unicorn paard. Nou, wel met die punt zo vooruit. Nou, kijk. Hij is helemaal in het roze. Beetje jammer. ja, wij gebruiken hier altijd een krukje. Geen boomstam. Nee. Beetje jammer. Hij mag op dat pak stro gaan staan. Oh. Ik ga die krukje even gebruiken. How are you?
Je moet dan met het prikje opstappen, hè? Ja, ja. Oké. Oh, hoeveel gaat het? Ik denk dat het zelf is, hoor. Ja, we zijn even één groot, toch? Ja. Zijn we één groot? Ik ben 1,71. Oh, ik 1,70. Maar ik denk ook niet, echt lang beter. Nee, ik denk dat dit wel goed is. Nee, nog niet. Zo heb ik hem vast, maar kijk maar wat hetzelfde is. Dat is niet hetzelfde. Jawel. Kijk dan. Ja, zeker ook al rijden. Ook echt zonder handschoenen. Alleen als het moet in het dressuur. Oké, zonder. Hij is scherp, hè? Ja. Ik zat wel die van hem, want ik heb geen beetje gegeven. Ja, maar het is anders. Iedereen heeft natuurlijk zijn knopjes ergens van. Hang op, los. Ja. Ja, uit. Zou je los kunnen laten aan die kant? Ja, uit in de buik. Los kunnen laten. Juist. En opvangen weer, op je zit. Waar kom, vang op. En los. Ja, dit is het goede. Juist dat. Dan heeft hij namelijk zijn schouders omhoog. Omdat jij los kan laten, draagt hij zijn hoofd. En dat is logisch dat dan zijn voorbeen meer naar voren kan, hè? Ja. Juist. Goed zo. Mag je hem nog meer opvangen? Want hij is nu nog zeg maar te veel in draf en dan los. En dan een beetje been. Ja, dat. Ja, en weer een heel klein beetje naar voren om iets te ontspannen. Heel klein beetje. Ja, je hoeft daar alleen maar aan te denken, dan gaat hij al naar voren. Juist. Goed zo. Ja, en telkens weer op blijven vangen, want hij mag niet. Ja, en los. Ja, daar ja. Goed zo. Heel goed. Ga je loslaten aan de linkerkant een keertje? Ja. En dan toe. Juist, zo ja. Heel goed. Dat is hem. Eigenlijk aan de andere kant hetzelfde. Ja, zo ja. Voorhand een beetje naar rechts. Twee handen naar rechts. Juist, zo ja. We zijn aan het pauzeren. Daar kan je als je naar galop gaat, gewoon heel praktisch niet aantrekken. Ja, en nou op het achterbeen zetten meteen. Zitten op je kont, paard op het achterbeen los. Teugels is voor de hand iets meer voor je. Mooi voor je handjes. Ja. Mooi voor je. Ja, hallo. Het is wel een dressuurles. Mooi voor je. Iets meer achter de hand daar. Ja, daar. Oh ja. Blijf gewoon recht. Zit alleen je been. Helemaal, jij kijkt naar de overkant. Alleen je been. Ja, recht zitten. Niet mee bewegen. Nee, recht zitten. Ja, zo ja. Je gaat gewoon recht naar de overkant, geen stelling. De handen moeten voor je kunnen blijven. Je moet niet aan de kant trekken waar die heen wisselt. Voor je. Ja, juist, voor je. Geef dit. Oh. Oh, zie je. Zo. Wil je eens of tweeërs? Ja, dat weet ik niet. Oké, okay, dan doe je eerst tweeërs. Eén. Oh, ja. Gast. Je maakt
maakt de wissel en dan hou je die pas, zeg maar, daarna, dus die, je wisselt één, die pas, die houdt je been naar achter, snap je? Heel zachtjes aan. Want anders gaat hij op je andere been, hij doet het heel snel. Ja. Dan gaat hij, omdat jij niet nee zegt met dat been, denkt hij dat hij op zijn andere been moet omspringen. Okay. Dus je moet je wisselbeen één pas vasthouden. En dan weer los en dan je andere been. Zo gaat het constant om en om. Nou, dat was het. Oh ja. Niet te hard, hè? Rem op je binnenteugel. Rem op je binnenteugel. Ja, ja, dit is een 10. Zo. Dat was goed. Net had je hem heel mooi. Rem maar een beetje, denk maar aan achteruit. Denk maar aan achteruit. Ja, daar. Juist. Denk maar aan achteruit. Juist. Heel braaf, Matje. Ah. Goed zo, even ontspannen. Braaf. Nou, kijk eens. We zijn weer op de poetsplaats. Nu lijk je echt klein. Wacht, kijk. Ik ben ook niet. Ja, maar nu, we zijn even groot. Maar als ik zeg maar hier staan, dan lijk je echt heel klein. Ja. Ja. Ik ben ook niet groot. Zo, groot in je daden. Maar probeer. Matje, wat vond je ervan? Hij kijkt nog niet heel blij. Hij kijkt super boos, nee. Hij is een beetje moe, denk ik. Ah. Wat vond jij ervan, Jordi? Ja, ik vond het heel leuk. Een hele leuke ervaring. En ik heb er veel van geleerd. Ja, was stilzitten. Oh ja, stilzitten. Dat was het een beetje. Nee, maar het was, ik vond het echt dat het super goed ging. En ik vind het ook echt heel knap. Want hij deed ook allemaal 1 euro's en pirouettes. En het is natuurlijk, zeg maar, ja, het is zeg maar ongeveer een heel klein stukje van zijn buik. Ongeveer net zo groot als mijn hand. En daar zitten gewoon al die hulpen ook. Van de benen en zo. En dan moet Jordi dan maar net veel vinden. En ja, proberen te vinden. Maar ja, misschien heb ik wel hele rare hulpen of zo. Maar ik vond het dus echt super knap dat je die kon vinden. Nou, ik ga Matje even afzadelen. Want hij heeft zijn zadeltje nog op. En dan ga ik hem op stal zetten. Want het is al best wel laat eigenlijk. En dan ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden met Jordi weer. En als je nog ideeën hebt voor ons, we gaan nog wel een keer een challenge doen. En ik heb sowieso net nog iets afgesproken wat we binnenkort gaan doen. Dat is ook heel cool. Dan mag je er altijd in de reacties hieronder achterlaten. Verder geef zeker een blauw duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. Je kan je hier abonneren op mijn kanaal. En hier kan je nog een andere video van mij bekijken. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei doei! Dat was hem. Tot de volgende keer. Vergeet je niet hieronder te abonneren.